Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland, maar ook opklaringen. Uit de bewolking valt amper nog een buitje, het is op de meeste plaatsen droog. Vanochtend hebben we dus een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon, waarbij de wolken wel vaak de overhand hebben. Halverwege de ochtend is het de graad van 14 naar 15 en vanmiddag wordt het dan zo'n 16 à 17 graden. Vanuit het noorden komen er dan wel weer extra veel wolkenvelden op zetten. En vooral in het noordoosten kan daaruit een bui vallen. Zeeland krijgt de meeste zonneschijn. Vanavond ook in het noordoosten misschien nog een buitje. De rest van het land opklaringen en de temperatuur daalt weer enkele graden. Aan zee blijft het stevig waaien. Morgen totaal ander weer. In de ochtend in het oosten en zuiden nog wat zon. Maar daarna vanuit het westen meer bewolking en wat regen of motregen. Het zijn hele kleine hoeveelheden, maar de bewolking overheerst dan wel. Temperatuur gaat een graadje omhoog tot rond 18 graden. In het weekend is het schitterend weer. De ochtend kan mistig zijn. maar Als de mist opgetrokken is zijn er flinke zonnige perioden en stijgt het kwik naar 20 of 21 graden. Ook maandag komt de temperatuur rond of boven de 20 graden uit en blijft het droog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.